Voor mij is koken genieten, dag na dag. Naar ieders goesting en smaak zoals dat thuis gaat. Ik hou van eenvoudig lekker en een beetje creativiteit kan geen kwaad. Alles begint met een smakelijk idee en eindigt het liefst met lege borden. Deze keer maak ik één van mijn favoriete vissen klaar. En dat is griet. De vis hoeft niet gefileerd te worden, want ik wil ze graag in moten. Bij de grietmoten serveer ik ook nog lekkere herfstgroenten. La, 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 la. Ik hou enorm van de zomer, met al zijn Zuiderse gerechten. Al kan de herfst me ook zeker bekoren. Denk maar aan de stoofpotjes, aan al die herfstgroenten. Vandaag ga ik met die herfstgroenten werken. Ik gebruik al champignons en die borstel ik al een beetje proper. Als ik de champignons zou spoelen, dan zouden die in het water als een spons reageren. Die champignons slorpen al het water op. En eens ik ze dan in de pan doe, gaan die opnieuw al het water lossen. En ja, krijg ik echt wel heel wat vocht in mijn pan, dat je eigenlijk liever niet hebt. Ik heb een mengeling van boschampignons, Parijse champignons, kastanje champignons en oesterzwammen. En dan neem ik er de pastinaak bij. Pastinaak, een van de vergeten groenten die echt wel heel lekker zijn. Het ziet er een beetje uit als een witte wortel. En ik ga ze vandaag combineren met pompoen en de champignons. Ik kan hem eigenlijk met niet veel vergelijken, al gaat het wel een beetje naar gember op. En qua gaartijd kan je het vergelijken met wortelen. Het vruchtvlees is ook ongeveer even hard. Maar qua smaak is het toch veel pittiger. En het ruikt echt wel heel lekker. En dit stukje daar ook nog bij. De pompoen. Deze is de butternutpompoen. Ideaal qua formaat om in een gerecht te verwerken. Ik neem er wel een scherp mes bij. Want een pompoen ga je echt wel te lijf met degelijk materiaal. En er mag echt wel een beetje kracht gebruikt worden. Voilà. Dit stuk kan nog gebruikt worden voor in de soep. En hier heb ik mee voldoende voor mijn ovenschotel. Dit stukje kan ik mooi in gelijke stukken verdelen. En ik neem dezelfde grootte als mijn pastinaak. En je ziet echt wel hoe stevig het vruchtvlees is. Een stukje wortel zou je snel in de mond nemen. Bij pompoen doe ik het niet. Die heeft echt wel een kook- of gaartijd nodig. En ik kan de oven voorverwarmen op 180 graden. Al heel wat snijwerk, maar ik heb er nog twee te gaan. De knoflook en de ui. De ui hoeft niet te fijn, gewoon in grove stukjes. Die mag ook bij de pompoen en de pastinaak. Ik neem er al de ovenschotel bij. En die moet echt wel groot genoeg zijn. Olijfolie. En dat mag ook een flinke scheut zijn. De groentjes mogen erin. En zie je zo mooi van kleur. Nog twee knoflookteentjes. Ik pers ze mooi over de groenten. Er komen ook nog wel extra kruiden bij. Gember en komijn. De gember eerst schillen. Want de schil van de gember die gebruik ik niet. Ik neem er de rasp bij. En dan komt al het aroma vrij. Het mooie sap van de gember. Niets mag verloren gaan. De komijn wordt niet zo vaak bij ons in de keuken gebruikt, maar wel in de Oosterse. Hier heb ik een koffielepel van nodig. En je kan het je al inbeelden, al die smaken. Knoflook, gember, pompoen, pastinaak.
heel wat pit en een heel ongewone zoete toets. De esdoornsiroop of ahornsiroop. 2 eetlepels heb ik nodig. De zoetigheid van de esdoornsiroop die gaat straks mooi karamelliseren in de oven. Ik ga die natuurlijk mooi ommengen. En de komijn schiet recht in mijn neus. Nog een klein beetje olijfolie mag erbij, want het mag echt wel sappig zijn. En ook peper en zout mag niet ontbreken. De zoute toets, die is er dan ook al bij. Even alles mengen. En zie eens hoe mooi de groentjes blinken. Straks zijn die helemaal gekarameliseerd. Ondertussen schil ik wat aardappelen die ik aan de kook breng in gezouten water. Daarna snij ik de boschampignons in stukken. De groentjes hebben al een kwartier in de oven gezeten. En nu kan ik er de champignons bij doen, want die hebben een kortere gaartijd. Een hele hoop champignons. En ik zal ze er niet allemaal bij krijgen. Maar ik zorg er wel voor dat ik de verschillende champignons erin liggen heb. De oesterzwammen, de witte champignons, kastanjechampignons. Die zijn nog altijd lekker in een pasta. Kruid ook de champignons nog even bij met peper en zout. Er gaat nog een heel klein beetje olijfolie over. En die kunnen nog een kwartiertje terug in de oven. Een kwartiertje dat me de tijd geeft om een lekker sausje te maken. Een mosterdsausje. Veel sausjes starten met een shallotje, want die geven extra smaak. Ik snipper het shallotje fijn. Klontje boter. Shallotje mag erbij. Een mosterdsausje heeft natuurlijk mosterd nodig. En ik ga 1 eetlepel mosterd gebruiken. Zo'n vers potje mosterd. De mosterd smaakt altijd krachtiger als het potje net geopend is. Ik neem er nog bouillon bij. Geen vis van, maar ik kan kiezen kalfs- of gevogelte bouillon. De bouillon mag even inkoken. Ik neem er al de room bij. En ook al een beetje maïzena. Want met de maïzena ga ik het sausje dikken. Ik ga er een tempertje mee maken. De room mag erbij. Want zo'n heerlijk roomsausje is altijd lekker. Even omroeren. Maar ik mag het vuur niet te hoog zetten. Bij room die te hoog opgewarmd wordt, loop ik de kans dat hij gaat schiften. Maar om mijn sausje beter te dikken, ga ik een tempertje maken. En een tempertje maken, dat doe ik met maïzena. Het is nog een trucje van mijn grootmoeder. Nu, ik denk niet dat het haar trucje was. Maar voor mij, ik associeer het altijd met mijn grootmoeder. Het is een eetlepel maïzena. Oplossen in een klein beetje water. En dan mooi roeren. Al die klontertjes moeten opgelost zijn. En ik voeg toe tot mijn saus de gewenste dikte heeft. En nu krijg ik een fluweelzachte saus. Daarna kunnen de aardappelen afgegoten en gepureerd worden. Bij een lekkere puree hoort natuurlijk melk, boter en wat geraspte nootmuskaat.
Nog even afkruiden met peper en zout en dan neem ik er de vis bij. De griet. Ik heb ze mooi gespoeld en laten uitlekken op een beetje keukenpapier. En het plastic folietje zorgt ervoor dat mijn koelkast niet helemaal ruikt. Het zijn moten vandaag. Geen filetjes, maar echte grietmoten. Een scheutje olijfolie. En een flinke klont boter. De griet nog even droogdeppen voor ik ze in de pan leg. Als er vroeger vis gebakken werd, werd die vaak in bloem gewikkeld. Dat is dan vooral om het droge laagje te creëren voor je ze in de pan doet. Nu met keukenpapier komen we ook tot het droge laagje en wij hebben natuurlijk de luxe van de pannen met anti-aanbaklaag. Aan het witte randje dat tevoorschijn komt tijdens het bakken, zie ik tot waar de vis gegaard is. Als ik zie dat hij tot het midden ongeveer is, dan moet ik mijn vis draaien. En deze kant kan ik al kruiden. Peper en zout. Nog even schudden. De groentjes zullen klaar zijn. En die zijn heel lekker gekarameliseerd. En ze zijn lekker zacht. Dit gerecht kan niet meer stuk. Als afwerking komt er nog een klein beetje peterselie bij. Kijk eens wat een kleurenpalet. De vis is mooi gebakken. Ik kan er een bord bij nemen. De griet, toch wel mijn favoriete vis. En het is echt wel een mooie portie. Een lekker lepeltje puree. Die heerlijke herfstgroenten. Er mag wel nog een lepeltje van bij. Zo. En dan nog een beetje saus. Een heerlijk stukje griet. Mijn favoriete vis. De herfstgroenten die een overheerlijke geur afgeven. Ik zou zeggen, laat de herfst maar komen voor mij.